De pleegouders van Aisha ontvingen de brief 3 dagen na haar verdwijning. In het kader van het politieonderzoek werd er verder geen ruchtbaarheid aangegeven. Het gaat om een kort briefje waarin de moeder het volgende verklaart. Ik heb Aisha meegenomen. Ik wil nu weer zelf voor mijn kind gaan zorgen en ik wil het beter doen dan ik het in het verleden heb gedaan. Sorry voor de overlast, was getekend Alexandra. Naast de pleegouders ontvingen ook de opa en oma en de vader van Aisha een brief. En ook de afdeling jeugdzorg en reclassering van het Leger des Heils, waar Aisha in verband met de drugsverslaving van haar moeder onder toezicht staat, is vorige week door haar op de hoogte gebracht. De politie bevestigt dat de moeder van Aisha inderdaad een aantal brieven heeft verstuurd. De brieven zijn op het moment in het bezit van de politie, maar op de inhoud wil ze niet reageren. Wel is naar aanleiding van de adressering en een stempel op de brief gebleken dat de brieven gepost zijn in Berlijn. En aangezien de moeder van Aisha in Berlijn is geboren, gaat de politie ervan uit dat de twee zich momenteel daar bevinden. Maar de twee zijn tot nu toe niet gesignaleerd. Deze week worden waarschijnlijk nog foto's in de Duitse media verspreid, in de hoop dat de 5-jarige Aisha zo snel mogelijk wordt opgespoord.